Hey, wat gaaf dat je naar mijn video kijkt. Nou, ik wil je een hele leuke tip vertellen. En dat is met name als je een deur schildert. En dan wil je daar wat onder hebben. Kranten of plastic, dat is een oplossing. Alleen je weet wel, kranten, dat loop je heen en weer. Dat trap je op, enzovoort. En er is eigenlijk heel makkelijk, dat heet een stukloper. Een stukloper is altijd 60 centimeter breed. En die doe je gewoon onder die deur en dan kan je gewoon gaan schilderen. Nou goed, je gaat het dus even opmeten. Hoe breed een deur is, meestal 1 meter breed. Dus je legt het op de vloer en je snijdt er een stuk af. Net zolang dat die deur breed is, dan pak je dus een afsnijmesje, een afbreekmesje voor. En je moet meestal zo doen dat het ongeveer 10 centimeter langer is. Dat je dus goed, dat de deur dus goed op de stukloper komt. Doe je hem even open. En dan snij je als het goed is geslagen, goed eronder schuiven. En dan ongeveer 10 of 20 centimeter. 10 of 20 centimeter. Hè? Iets langer en dan kan je gewoon de deur schilderen. Dan snij je gewoon af. Of daar. Eén keer door. En je hebt gewoon de deur. Kun je gewoon gaan schilderen. En dan heet een stukloper. Kun je kopen in alle bouwmarkten. Op internet. Prijs weet ik zo niet. Dat verschilt nogal wat. Meestal een rol van 50 meter een stuk rol. Maar goed, je hebt geen spetters. De spetters komen op de stukloper. En je hebt er verder geen omkijken naar. Je bent klaar met het schilderen van de deur. En je kunt de stukloper kun je gewoon weggooien, rolt hem op, doet hem in de papierbak. En klaar. Dus, ik zou zeggen, bij het schilderen van een deur, gebruik een stukloper. Ik hoop dat jullie hier wat van geleerd hebben. En ik zie jullie terug op de volgende video. En ik heb graag nog... een verzoek, mochten jullie nog meer films willen zien, abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. Veel succes!